Het OM behoort midden in de samenleving te staan en staat ook midden in de samenleving. We willen in contact blijven met onze omgeving om vervolgens ook de juiste keuze te kunnen maken in de vraag welke zaken moeten we eigenlijk überhaupt aanpakken en hoe moet onze reactie op die zaken zijn. Dat geldt voor de aanpak van buurt- en wijkproblematiek. Welke keuze maak je nou als ZSM-officier? Maar dat geldt ook voor die hele zware zaken die in de ondermijningsomgeving aan de orde zijn. Moeten we aandacht besteden aan fraude? Het antwoord is ja, maar welke zaken kies je dan? En welke strafmaat hoort daarbij? En welke samenwerkingsrelaties? Daarvoor hoor je midden in de samenleving te staan. En ik ben ook trots op om te kunnen zeggen en te kunnen constateren dat we het ook hebben gedaan de afgelopen periode.